De vorige eeuw, begin jaren 20. Zij was de grootste en best betaalde filmster, Gloria Swanson. Hij was de lieveling van het publiek, de Italiaanse charmeur Rudolph Valentino. Een film waarin ze samen zouden schitteren, moest wel een wereldsucces worden. In 1922 kwam de film in roulatie, Beyond the Rocks. Nu, ruim 80 jaar later, kent niemand meer hun betovering op het witte doek. Er waren alleen nog maar foto's. Wereldwijd staat Beyond the Rocks bovenaan de lijst van verloren films. In Nederland kwam de film uit onder de naam Gouden Boeien. En die kopie is nu door het Filmmuseum teruggevonden in een enorme berg roestige filmblikken. We couldn't believe it because we do see unique prints. I mean, we do identify unique prints. That's not that exceptional, I must say. But this is really sought after. So that is the difference. When we realized that this was the film that, you know, with Gloria Swanson and Valentino that everybody was looking for, then we were really excited, yes. We found this film within a collection that arrived to us in 2000 after the death of a private collectioner. And it's a very big collection, I must say. It's more than 2000 cans of film, unlabeled, no list, nothing. When they were moved from the depot to the film museum, they got all scrambled, so there is no order. Why are you wearing this gas mask? Because because nitrate film has been staying in the can for a long time, and then the gases come free, and they build up, as it were. So when we open the cans, especially, we want to have gas masks. It is quite unhealthy. When this collectioner was alive, there were rumors that he would have some lost Dutch films from the silence period. So we heard this, and because of this, actually, we wanted to get the collection. And we had no idea what he had, because he didn't have connections with the film museum when he was alive. I mean, this collectioner, I don't know, he was a hobbyist. He was a collectioner in general sense, so he would really collect everything. We kenden Joop heel goed, hè? Ik heb Joop minimaal gekund, 60 jaar. Want hij kwam vroeger, mijn vader was ook een scharrelaar. En dan zat hij bij ons thuis en mijn vader was een man die in de handel zat. En Joop was, het was net een man als Dick Bosch, zo'n figuur. Heeft u een foto van hemzelf? Van hemzelf, ja, hier ook. Ik heb het net hem.
Ik moet heel veel hebben, maar waar is het? Over mijn neefjes. Ik had net een hout lijstje met... in dat papier. Oh, hier ook. Kijk, dat is Joop. Was het een maatje? Een maatje? Ja. Ja. Nou, een maatje was hij van niemand eigenlijk, want... zo was hij je vriend en als hij weg was, dan... Nee, maar het was wel een bijzondere man, vond ik. Hij was hard geworden. Hij was 87 jaar, dat is 2 jaar geleden is overleden. Op 6 weken na was hij 88. Maar zijn hele leven was in films. Ik denk dat hij had 10.000 films. Maar helaas, als u ziet hoe hij dat neer had gezet. Ondoordringbaar. Dat was een... Ja, ik heb er staan kijken. Nou, je dorst er niet naar te kijken, maar er zat ook veel brandbaar bij. Hè? Maar een heel hoop is van die materiaal allemaal naar het filmmuseum gegaan. Actually, the very first 2 cans were found by other people who started just making a very quick registration. And they were working so fast, they were not identifying the films. And as you can see, this is Dutch version. So the title is not in the film, really. I mean, it doesn't say Beyond the Rocks. It's with the Dutch title. So, and also the first parts that were found, I guess, were from the middle part of the film. So they didn't really recognize it as such. They just, you know, made a quick registration. And then when we started looking a bit more further, and then we found it, and then we noticed the names, you see, Captain Fitzgerald, and luckily for us, Gloria Swanson is called Theodora in the film. And again, we're so lucky because the Dutch version keeps the name Theodora intact, because sometimes they change the names. But in this case, she is called Theodora, and so we tried to identify the film, and using the name, for example, Theodora Fitzgerald, it was very easy, because, you know, the film is really sought after. So once we typed in the internet, for example, Theodora Fitzgerald film from the 20s and so on, it came up like this. And we couldn't believe our eyes because it said Beyond the Rocks. And it was a big surprise for us. Hier heb Joop zijn eigen vermoord. Opgestapeld tot het plafond. Een paadje waar je amper door kon lopen. En het werd steeds voor en voor en voor en voor. 1500 kilo heb je er zeker zomaar aan films ingedragen. Dat was ondoenlijk wat hij had. Want als je een pak uit leeg moest halen, je schrok ervan. Want als je dat zag, jammer hoor. Wat had die man in materiaal? Ik heb een half jaar wakker ervan gelegen. Ik had niks nodig van. Want ik had alles kunnen kopen. Maar waar moest ik ermee naartoe? Verpakken met rommel. Ik heb het niet gedaan, want ik had echt, dan had ik echt in een gesticht gekomen. Je hebt ook films van hem overgenomen. Hoe ging dat? Een vrij grote hoeveelheid, ja. Na zijn overlijden heb ik contact gezocht met een van de scharrelaars die een bieding had gedaan op een van zijn boedels. Uit die boedel kon ik alleen de fotografie bemachtigen als ik ook een bod deed op de filmblikken die er stonden. En dat waren, ik schat, zo'n 1600 rollen, roestige filmblikken. Die na opening eigenlijk nog perfect geconserveerde film bewaarden. Acetaat, nitraat, documentair, speelfilmdelen. Televisiefilms, rusjes, coupures. Alles bij elkaar gepleurd in blikken. This is the fourth reel. And actually we found it in 2 pieces. This part, the beginning of the fourth reel, was the last fragment that we found. And unfortunately, it was not in great condition. Look, the film broke, obviously, because it matches perfectly. And then it was put in separate cans, I don't know why.
In het geval van Joop was het wel bijzonder, omdat Joop een nogal paranoïde van aanleg was. En hij een 5, 6, misschien wel 7-tal pandjes bezat hier in de stad. Die hij vol propte met zijn prularia. En vanuit die paranoia was het zo dat elke speelfilm die pak beet uit 6 tot 8 rollen bestond. Zorgt hij er altijd voor dat in het ene pandje de eerste 2 actes lagen, in het andere pandje de volgende 2 en in een derde pandje de laatste actes werden ondergebracht. Na zijn overlijden zijn die pandjes aan verschillende opkopers overgedragen, om het zo maar te zeggen. En die zaten allemaal met incomplete delen. Dus het is nu aan de historici en de liefhebbers om dat weer bij elkaar te brengen. One of the last pieces actually that we were still missing was the first reel. First reel with the title announcing Valentino, announcing Swanson. And it took us so long actually that I started to wonder if this reel was not lost or even actually consciously taken away. Because it's easy, of course, for anybody if they find the first reel and it says film with Valentino, film with Gloria Swanson, to recognize it, or at least recognize it as something interesting and take it out. The middle reels are not that evident. I mean, you don't maybe recognize Valentino. You don't know which film it is. So I was really anxious at a certain point that we would never find the first reel. And when that came out, you know, we were really very, very happy. Here we see some loss of the image, unfortunately. This is a piece where Valentino is speaking. You can see here very well. Valentino is speaking to Swanson's husband, and unfortunately there are parts missing. On the other end, it's not that sticky, so it's quite dry. Hopefully it won't cause too many problems at the laboratory. Wat ik tot nu toe heb gehad, ziet het er heel goed uit. Hier en daar wel wat perforatiebeschadigingen. Maar over het algemeen is het, wat ik vaker tegenkom hier, is het echt heel mooi materiaal. Hier op het end zat wel een shot wat al echt aan het ontbinden was, zeg maar dat zijn we tijdig bij. Hier heb je bijvoorbeeld ook een heel klein stukje al, zeg maar. Dat kan door vocht zijn of gewoon door ontbinden, maar als je hier langer mee zou wachten, dan is het echt een ramp. Maar volgens mij zijn ze er echt op tijd bij. En hier hebben we een handgeschreven brief. Dus een tekst uit de film. Die man heeft een brief ontvangen en daar staat in: maar ondanks alles, Hector, heb ik jou en jou alleen lief. En toch moeten wij voor goed afscheid van elkaar nemen. Vaarwel, Theodora. Oh,
story is a very romantic story. I mean, it's exactly what you would expect from Valentino, probably. Every time Valentino and Swanson are in, when you see them in the frame together, it's very, very romantic. In fact, we watched the film together with our interns, and we all went like, ah, because it's all so romantic and so sad, actually. Wat doet u met de filmtafel in de huiskamer? Films die ik dus binnenkrijg, proefdraai om te kijken of ze goed zijn. Want als ik wat aan de mensen geef of verkoop, dan moet ik erachter kunnen staan dat het wel goed is. En niet eens een halve oncomplete film krijgen. Ik kwam als kleine jongen van 14 jaar bij Joop om stukjes film te halen. Nou, dat kostte dan 2 centimeter. Maar als hij iets had wat hij denkt, dat is uniek, je kreeg het niet. Voor de oorlog, hè, kocht hij dus op veilingen, want dan kon je films kopen, hè, op veilingen. Kocht hij dus die films en die ging hij dan helemaal naar zitten kijken. En ik zal u eerlijk vertellen, als hij dus... die dingen dan heb, dan ging je ze dus allemaal sorteren. En dan dus werden ze dus aan de kanten opgesteld en dan lag je midden in te slapen. In 1000 rollen nitraatfilm. Daar stond er in het midden stond er nog een kachel te gloeien en daar trok zich helemaal niks van uit. Je moet al filmen nou hoor. Maar het was gewoon voor mij een komiek. Ik vond dat een geweldige man. Ik mis hem erg hoor. Want hij was elke dag minimaal 3 keer bij me. Hij had altijd fratsen en geintjes. Heel leuk. Hij deed dingen, ja. Dan liet hij zijn gevallen met de fiets. En dan, ja. Help me nou! Help, die gek zei ze altijd. Ja, dat moet, heb ik nog. Ik heb hem beschouwd als een bijzonder mens. Ik heb hem ooit meegenomen naar Amsterdam en had hij hem verkleed als pater. Ja, geweldig vond ik dat. Ja, ik heb het bewaard. Ja, het heeft nul of geen waarde, man. Het was een man, weet je wat het was? Hij leed heel vreemd als een kluizenaar. Dat is jouw schuld. Water had hij niet. Hij kwam altijd bij mij water halen, flessen water, want hij had geen water. Dus ja, hij woonde als een klossaar, kun je wel zeggen. Tussen zijn films. En dan maar hij leed, wat we zeiden was, joh, verkoop eens een keer die rotzooi, je bent al zo oud. Doe eens een keer weg en ga eens leven. Want hij zei altijd, ik heb zoveel geld rommel staan. Dat had hij ook wel. Dus hij had wel een wereldreis kunnen maken. Dat interesseerde niet. Dat andere spul, dat interesseerde hem. En daar leefde hij daarna. Het interesseerde hem gewoon helemaal niet. Alles wat er om hem heen gebeurde. Hij, zijn film was alles. En daar nam hij genoegen mee. Want ja, geleefd heb je niet. Echt niet. I've never seen an amateur keeping so many nitrate cans. Of course, they don't have the professional standards of, you know, low temperatures, low humidity and so on. But thanks to these people, these films are kept, basically. And that's how we can show them again to our public.